Goedenavond en welkom bij Storing, het mediaprogramma van BNN. Te gast aan het biljart Ad Melkert, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. En Diederik Samson, nauw betrokken bij de PvdA-campagne. En staat ook op de lijst, hè, trouwens. Ja. Ja. Op nummer? 33. Dus dat zal er nog om hangen en wurgen. Knokken voor elke kiezer. Ja. Goed, we praten over het belang van de media in het bereiken van de kiezer. Welke afwegingen er worden gemaakt. Wat doet de politicus wel, wat doet hij niet. Kortom, de breedte en de beperkingen van de televisiedemocratie. Allereerst de felicitaties voor Frits Barend, Henk van Dorp en Jan Mulder. Zij krijgen de prijs van de Nederlandse televisiekritiek. De Nipkoff-schijf, reden voor Nova. Om even in de uitzending naar de concurrent te schakelen. Live op RTL 4, Frits Barend, Henk van Dorp en Jan Mulder. Gefeliciteerd. Dankjewel Suzanne. Hele goeie. Henk, dan ga ik lekker met jou verder. Heb je ooit aan deze prijs gedacht? Nee, nooit. Dit overkomt je. En ik had er nooit aan gedacht. En ik heb thuis ook gezegd, ik kan u dood. Goed. Ad Melkert, wat maakt dit voor u tot een belangrijk programma? Nou, er wordt veel naar gekeken. En het is een programma waar ze natuurlijk toch wel behoorlijk doorprikken. Maar waar je ook wel ruimte hebt om gewoon neer te zetten waar je mee bezig bent. Waarom je het doet. En er zitten onverwachte dingen in. Ja, en verder, Jan Mulder, soms is hij echt verschrikkelijk, maar ik blijf er zwak voor hem houden. Geniet u er dan ook van als Rob van Gijzel daar zegt wat voor nare machtspoliticus u bent? Dat hoort er allemaal bij. Dat is dan op dat moment niet genieten van wat hij zegt, maar dat maakt het programma natuurlijk niet minder op. Ja. Dick Benschop, staatssecretaris Buitenlandse Zaken, demissionair, die eigenlijk op de plek van jou zou zitten, maar omdat u hem zo in de problemen heeft gebracht met de wendbare stellingnamen van die straaljagers, die belt zelfs gewoon naar het programma. Hè? Ja. Uit zichzelf. Ja, dat kan. Het geeft aan hoe belangrijk dat dus blijkbaar voor u beiden is, zo'n televisieprogramma als Barend en van Dorp. Ja, maar zo'n programma is natuurlijk ook belangrijk, maar dat geldt voor veel programma's. Voor ons is het natuurlijk van belang om ook een plek te hebben om te kunnen zeggen waar we mee bezig zijn. En voor hen is het weer van belang dat wij er ook voor beschikbaar zijn. Ja, ja. Dat spreekt voor zich. We hebben u gevraagd naar een fragment van de afgelopen televisieweek en u koos voor het bezoek van de EU-afgevaardigde Solana aan Yasser Arafat. De Palestijnse leider Arafat kreeg vanmiddag in zijn omsingelde hoofdkwartier in Ramallah bezoek van EU-buitenlandcoördinator Solana. Het is de eerste Europese missie die Arafat mag bezoeken. Arafat is nog steeds een gevangene in zijn eigen hoofdkwartier. En in die situatie lijkt voorlopig geen verandering te komen. Waarom heeft u hiervoor gekozen? Nou, het gaat weer eens dan over de internationale politiek, over de dingen die echt ongelooflijk erin hakken. En in de verkiezingscampagne komen we daar niet zoveel aan toe om het daarover te hebben. Dat vind ik jammer. En ik heb een paar weken geleden er ook voor gepleit dat Europa, Solana, dus wel bij Arafat op bezoek zou komen. Dat kon toen niet. Gelukkig zijn er dus krachten losgekomen om dit nu wel mogelijk te maken. En we moeten dus alles uit de kast halen om een bij te dragen aan een oplossing voor dat verschrikkelijke conflict. We gaan naar het verkiezingscircus. We hebben een fragment uit het verkiezingscircus van de afgelopen week. Na Ria Lubbers, Janneke Brinkman en Rita Kok hebben we nu ook kennis kunnen maken met Monica Melkert. Gisteren in Studio 2. Ze schilderen uw man wel eens af in de Nederlandse media als een koele, afstandelijke, maar koele kikker. Juist, juist. Mevrouw Melkert, is hij een koele kikker? U moet het nu zeggen. Stelt u voor dat ik zou een van de mensen dat hier zijn. Is uw vrouw bijvoorbeeld, Jan, is jouw vrouw een koele kikkeres? Het antwoord is nee. Nou, Jan, de antwoord is nee. Volmondig. En uw antwoord is ook nee. Nee, als goed. Nee. Nou ja, dat zijn ook dingen die we eigenlijk ook maar niet weten. Maar begrijpen jullie wat ik bedoel? Ja. Hoe kan het zijn dat mensen, iemand heeft dat bedacht? Ja. En dat ineens heeft zijn eigen leven. Het is een wat afstandelijke man. Dat is hij wel. Hij is afstandelijk, ja zeker. Zeker, hij is afstandelijk. Hij heeft niet altijd. Hij heeft moeite dus met meteen te laten zien wat hij aan het voelen is. Ja. Moeite om te laten zien wat u aan het voelen bent. Was u erbij gisteren? Nee, ik was er niet bij. Ik heb het wel gezien later. Ja. En het was heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Bent u er trots op? Ja, daar ben ik trots op, ja. En ze had zelf ook zoveel behoefte om gewoon ook eens een keer wat te zeggen. Hè? Want er wordt zoveel over ons geschreven en gezegd en gedaan. En ze wilde daar gewoon ook zelf eens iets van zeggen. Welke afweging is er gemaakt om uw vrouw daarin te betrekken? Nou, het was uiteindelijk haar eigen beslissing. Vanuit die behoefte om dat te doen. We krijgen natuurlijk veel uitnodigingen. En ze beslist daar zelf over. Dat is eigenlijk het meest simpele.
Het is niet zo dat zeg maar, de campagnestrategen zeggen van... nou, het wordt nu tijd om Monica tevoorschijn te toveren. Hier hebben we het niet over gehad, maar ik kan me wel heel goed voorstellen. Want lijsttrekkers krijgen nogal wat over zich heen in die laatste weken van de verkiezingscampagne. En altijd is daar geen uitzondering bij. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat mevrouw van Admelkert op een gegeven moment zegt... maar wacht eens even, ik ben er ook nog, ik wil ook mijn verhaal doen. Ja, maar ze staat natuurlijk wel ten dienste van de verkiezingscampagne van u. Want het is niet toevallig dat het nu allemaal gebeurt. Nou, ten dienste van de verkiezingscampagne, ze hoort er ook bij. Ik bedoel, waar je thuis meemaakt... ze vangen ook heel wat klappen op van wat er zo geschreven en gezegd wordt. Dat kan ik wel zeggen. Het gaat ons niet altijd in de koude kleren zitten. En dan gaan we natuurlijk ook niet zeggen van je moet dit of je moet het juist niet. Het is een zelfstandige vrouw die haar eigen keuzes daarin ook maakt. Ja, maar goed, het heeft wel met die campagne te maken, toch? Ja, maar dus ook met de media die dan belangstelling uiteraard. Hebben, grijpt op elkaar die, in. Ja. Ja. Meneer Samson, mag ik u vragen, u bent ook betrokken geweest bij Greenpeace, hè? Het verkopen van het product Greenpeace. Nu bent u betrokken bij het verkopen van het product de Partij van de Arbeid, maar toch ook met name het product Ad Melkert. Wat is Ad Melkert voor een product? Wat zijn de zwakke kanten? Laten we daar eens mee beginnen. ja, dat dacht ik al, dat we daarmee zouden beginnen. Wat ik me als zwakke kant kan voorstellen, of wat ik ook wel eens zie, is dat ik denk... U staat op nummer 33. Ik sta zelf op nummer 33, ja, dus ik heb nog wel wat... Nee hoor, ik neem geen blad voor de mond, dat hou ik ook graag zo. Ik denk wel eens, joh, het kan je te veel wat schelen. Dat Ad Melkert zich erin vastbijt en dat hij niet af en toe even adem kan halen en kan denken... ach, even los. Een gebrek aan relativering? Ja, en dat is aan de andere kant in de politiek helemaal geen slechte zaak. Nee, ik begrijp dat u voor de zwakke kant nu al een sterke kant maakt. Nee, maar voor de televisie... mijn lijsttrekker te betrokken. Nee, voor de televisie en in de media is dat geen positief, is dat een zwakke kant. Dat zie je ook. Waarbij je als Ad Melkert en Jan-Peter Balkenende met elkaar in discussie zijn... dan kunnen die elkaar de maat nemen over de laatste details van het CPB... terwijl iemand als Hans Dijkstal dan achteroverleunt en roept... doe mij nog eens een pilsje. En dat laatste, dat gevoel, dat willen mensen ook wel eens zien. En ja, soms laat Ad Melkert dat te weinig zien. Ja. Bent u het daarmee eens? Nou, het zit er wel dichtbij, ja. Dat het iets raakt van... Je wilt gewoon iets bereiken. En ik weet ook wat ervoor komt kijken. En dat is soms ook vasthoudendheid. Maar het is ook wel zo, andere mensen zijn natuurlijk ook niet gek. We hebben de wijsheid niet in pacht. Dus soms moet je inderdaad wel eens wat kunnen toegeven. En dat, ja, ik leer dat geloof ik wel naarmate ik ouder word, hè, sadder and wiser. Mm-hmm. Maar dat kan nog wel wat ouder worden. Wat is een andere zwakke kant? Want het is makkelijk dat een andere zwakke kant noemt. Wat vindt u zelf een zwakke kant in het media optreden? In het media optreden? Misschien toch wat secundair reagerend. Hè? Dat je een beetje moeite hebt om je hele ziel op tafel te leggen. Soms heb ik wel iets van, ja, maar willen mensen dat nou weten? Ik kreeg van de week een vraag van wanneer ik gelukkig ben of blij ben. En dan denk ik van, ja, ik ben gewoon bezig met hele serieuze zaken. Daar doe ik ook alles voor. Daar wil ik graag over vertellen met mensen. En dan moet je terug naar je eigen gevoel. Ja, dan gaat het over je kinderen, over wat je thuis meemaakt. Maar willen mensen dat nou echt weten? Nou ja, blijkbaar wel, want uw vrouw zit ook in Studio 2 en in de Elsevier. Ja. Blijkbaar willen mensen het ook weten. Ja, maar ik heb daar zelf dus een beetje een terughoudendheid. Gêne? Misschien ook wel. Of verlegenheid, dat is het ook wel een beetje. Kijk, ik ben iemand die als je ergens binnenkomt op een feestje of zo... hoeft niet iedereen te weten dat ik er ben. Ik wil wel graag natuurlijk mijn stempel drukken op de zaken, op de serieuze zaken in de politiek waar ik mee bezig ben. Maar u bent meer het type dat zeg maar als een om 2 uur in het café het licht aangaat, dat men dan in de gaten heeft dat Ad Melkert er ook is? Ja, dat het gezellig is geweest, dat het ook leuk is geweest dat ik er was, maar niet dat ik nou de hele avond op het biljart heb staan dansen. Nee, nou blijf zitten dan. Ja. Goed, we gaan het even hebben over die campagne en laten we even luisteren naar de wijze raad van Jacques Monnasch, dat is de campagneleider van de Partij van de Arbeid. Ja. En het tweede is de photo opportunity. En de photo opportunity, daar zit een prachtige Amerikaans gezegde al onder een campagne. A picture tells more than 1,000 words. Een foto vertelt meer dan 1,000 woorden. Goed, ik neem aan dat u dat onderschrijft. Een foto vertelt meer dan 1,000 woorden. Het belang van het beeld. En soms zit het mee en soms zit het tegen. Ik zag overigens Bridget en Katja daar zitten. Dat vond ik dan nog leuker dan meer dan 1,000 woorden, dat soort plaatjes. Ja, dat zie je meteen. In één overslag. Dat hoef je hun niet uit te leggen. Nee. Laten we even kijken naar het volgende beeld. Dat dus meer zegt dan 1,000 woorden. Oh. Ja, ook meer over de huid gaan. Ja. Maar met de ronding mee. Ik vind het wel mooi zo. Zo. Oké.
Goed, eind maart was dat voor televisie Flevoland. U was niet alleen varkentjes, maar scheert ook schapen. Of Ad Melkert is een goede herder. Welke woorden moet ik hier zien? Ik was daar op een prachtige boerderij waar ze schapen houden. Maar ook kankerpatiëntjes en hun familie een week de gelegenheid geven om uit te rusten. En het was een fantastische plek. En een van de leuke dingen in de politiek is dat je soms wel eens dingen mag doen waarvan je denkt, nou, dat zou ik toch wel eens een keer willen doen, zo'n schaap scheren. Gewoon dat, leuk. Ja, dat begrijp ik. Maar er staat een camera bij. Dus het is niet alleen maar leuk, er zit een gedachte achter. Nou, niet dat schaapscheren, wel dat je daar was, op die plek natuurlijk. Want die mensen doen fantastisch werk. En dat wil je ook ondersteunen, zeg maar. En dan dat schaapscheren, dat doe ik, dat ja, is wel ja, leuk. Dat komt erbij, gewoon leuk. Ja. Maar er zit niet een... Draai mijn hand niet voor om. Nee. Nee, dat zag ik. Nee. Maar er zit geen gedachte achter. Het is niet van, ik wil wel laten zien dat ik ook dit of dat... Ja, daar is volgens mij niet strategisch over vergaderd. Nee. Op zo'n moment kom je daar en krijg je een dat je dan zegt van, oké, wat gaan we wel en wat doen we niet? Maar dat weet jij ook. Dat dan doen media willen graag die gelegenheid aangrijpen om Ad Melkert te laten schapen scheren. Dan is Ad Melkert goed genoeg om dat dan even te doen. Oké, laten we een ander voorbeeldje nemen. Indachtig, die 1000 woorden. Met beeld van Nova, journaal, man bij het hond en netwerk. Ad Melkert in de kapperszaak van zijn vader. Met binnen een filmploeg die een PvdA-verkiezingspot opneemt... en buiten de pers die het ook allemaal mag vastleggen. Dat Melkert zijn ouders betrekt in de verkiezingscampagne is opvallend. Het zorgvuldig geregisseerde bezoek aan de kapperszaak gebruikt de PvdA... om duidelijk te maken dat de kille politicus eigenlijk een eenvoudige jongen uit Gouderak is. In de kantine van zijn oude club, de VV Gouderak, trof Melkert vele bekenden. Zelf heeft hij het als voetballer niet erg ver geschopt, maar hij is wel jarenlang scheidsrechter geweest. Recht door het midden. Ja, daar werd amper zo meteen even de politieke koers van de Partij van de Arbeid genoemd, hè? Recht door het midden. Wat was de gedachte hierachter? Het commentaar was overigens van de AVRO, niet van ons. Ja, de gedachte was in ieder geval in te gaan op de uitnodiging die er was vanuit het dorp waar ik ben opgegroeid om daar een avond te komen. En toen hebben we gezegd, dan is het ook leuk om wat dingen te doen die gewoon met mijn opgroeien, met mijn jeugd te maken hebben. En natuurlijk is daar belangstelling voor, dat weet je ook. Maar dat heeft wel iets te maken dat natuurlijk mensen ook gelijk hebben dat ze wat meer van een politicus willen weten. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, ook te laten zien waar je vandaan komt. Ja, met naar de kapperszaak van uw vader. Het wordt een beetje een gadget, die kapperszaak van uw vader. Ja, maar het zou toch gek zijn om dat over te slaan. Ik vind het heel bijzonder dat hij is 69, hij werkt nog. Ik ben er hartstikke trots op hoe hij dat doet. En het zegt ook iets van waar ik vandaan kom. Wat zegt het dan? Het zijn echte roots. Wat zegt het dan? Van ik ben een jongen uit het volk of ik ben een gewone jongen? Of ik wie voor een dubbeltje geboren is? Wat zegt het? Nou, wat communiceert het, om het maar lullig te zeggen? Ja, het communiceert waar ik vandaan kom. En waar ik ook veel van mijn informatie en kennis vandaan had. Namelijk wat er in zo'n kapperszaak, wat er op het dorp besproken wordt. Daar hoor je zoveel, dan weet je gewoon wat er leeft. Dat is belangrijk. Ja, maar dat geldt dan meer voor uw vader, want die staat in die kapperszaak. Ja, maar ik hoor wel eens wat. Nee, dan komt daar regelmatig. De verjaardagsfeestjes niet te vergeten. Nou, dan krijg je wel eens wat te horen. Ja. Want u doet dit toch altijd om de kiezer te bereiken. En hoe bereik je hier de kiezer? Wie zou nu naar aanleiding van het kappersbezoek aan uw gewaardeerde vader... of de politieke koers in die penalty denken... verrek, ik moet toch ook maar eens op de Partij van de Arbeid stemmen? Nou, ze weten gewoon waar ik dan, de mensen die het zien, waar ik vandaan kom. En hoe ze dat beoordelen, dat is vers 2. Maar voor mij geldt, kijk, ik ben ontzettend trots op hoe mijn ouders me hebben opgevoed. Kansen hebben gegeven. Ik heb kansen gekregen om vanuit een hele bescheiden school en het dorp te kunnen leren... ook mijn voordeel daarmee te doen. Ja. Ik heb in mezelf iets van je moet met je talenten vervolgens ook weer aan de slag. Ja, dat hangt met elkaar samen. Gewoon ook in mijn eigen gevoel. Een andere manier om de kiezer te bereiken is het debat. Waarin werkelijk elke zender en bijna elk programma een podium biedt. De afgelopen weken was dat nog even de Kamer zo af en toe. Eén fragment uit de Kamer om de toon te zetten. Valt mij op dat twee bewindslieden met ervaring zeggen... dat wanneer de conclusies eerder zouden zijn gepubliceerd... dat dan de politieke consequenties anders zijn. En dat vind ik een opvallende opmerking. En daar heb ik graag een opmerking over van het kabinet. Kun je wel horen dat u die ervaring in ieder geval ontbeert? Ja, u werd hier echt uitgejouwd. Ja, door de CDA-fractie. Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Vond u het zelf een leuke opmerking achteraf?
Nou, het gaat niet om leuk. Maar in het debat begon Balkenende met een, vond ik, nogal laag bij de grondse opmerking over Peper en Wiegel. Die in feite tegen Kok hebben gezegd van dat had je niet mogen doen. Je hebt het alleen maar uit opportunistische redenen gedaan. Peper en Wiegel zeiden dat waren zeg maar de door de wol geverfde politici. Nou, ja. Als dit een jaar geleden was gebeurd, was nog maar zeer de vraag of dat... En allebei ook zo met een verleden, ook in de richting van Kok. Dus dat was partijpolitiek bedreven naar aanleiding van het rapport Srebrenica. Dat vond ik dus niks. Maar er wordt toch al heel veel partijpolitiek bedreven naar aanleiding van het rapport Srebrenica? Nou ja, nee, ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben er niet voor. Gaat u niet dat als minister van Aartsen zegt dat het kabinet eigenlijk niet had hoeven opstappen, dat ook geen partijpolitiek is? Ja, dat is dan voor zijn rekening. Ik vind dat die gebeurtenis, die ook over drie verschillende kabinetten gaat, ons allemaal aangaat. Daar moet je geen partijpolitieke spelletjes over spelen. Nee, maar we zitten wel een maand voor de verkiezingen. Drie weken. En toch? Nee, maar ik heb die opvatting. Tineke Netelenbos zei, het wordt een vuile campagne, las ik in de Volkskrant. Verwacht u dat ook eigenlijk? Ik hoop het niet, maar ik zie inderdaad wel meer vuiligheid over het scherm vliegen en door de zalen gaan dan gebruikelijk. En wat dat betreft gaan we gewoon achter de Angelsaksische voorbeelden aan Amerika en Engeland. Daar kunnen we ons kennelijk niet aan onttrekken, dat is jammer. Dat is ook een gegeven waar je wel mee moet leren leven. Niet om er maar keihard in mee te doen, maar je er wel op in te stellen. Ja. Volgens mij zou Ad Melker dat wel kunnen, daarmee in meedoen. Je bedoelt die opmerking van daarnet? Nou, niet alleen die opmerking daarnet, maar u bent een scherp en cynisch... Maar vooral, ik weet ook niet of het jammer is. Want ik vind het Engelse debat of het Amerikaanse debat, dat is gewoon wel recht erop af. En veel mensen in Nederland kijken daar ook naar, maar ze schrikken soms terug. Als je dat, want luister eens, ik krijg ook heel wat over me heen zo nu en dan. Ja, dan moet je wel een beetje tegen kunnen. Ja, maar u vindt het ook wel leuk volgens mij, toch? Het debat, het debat is leuk. Maar ook het scherpe debat bedoel ik? Ja, zeker. Scherp debat, laten zien waar tegenstellingen liggen. Elkaar ook een beetje prikkelen. En overigens, daarna natuurlijk met elkaar een kop koffie drinken. Dat doe ik ook met Balkenende, vanzelfsprekend. Ik vind het een prima vent. Ja. Ik heb ook bewondering voor wat hij de afgelopen jaren... allemaal heeft gedaan in het CDA, want hij is al veel langer bezig genoeg. Dan hoe we hem kennen. Ik begrijp dat u al aan het formeren slaat en denkt van als we het CDA niet bij hebben, dan komen we nooit in de regering. Dat heb ik met Dijkstra ook altijd gedaan. In het debat ga je er tegenaan. Met Fortuyn ook al koffie gedronken? Nog niet echt met z'n tweeën. Hè? Nee. Maar misschien hij heeft u al wel geprezen als een goed debater. Hè? Ja, dat debat was natuurlijk goed wat we met elkaar hebben gehad. Ik wil even praten over het debat wat morgen plaats gaat grijpen. Het debat bij RTL 4. Ja. Ik neem aan een belangrijk debat, want het is omgeven in een belangrijke omgeving met veel kijkers. Hè? Het Henny Huisman-programma. Hoe bereidt u zich daarop voor? Nou, we hebben met een aantal mensen proberen we eerst te kijken hoe ziet dat programma eruit. Wat denken wij dat er aan de orde komt? Je weet natuurlijk ook een paar thema's. Er zijn vier thema's die aan de orde komen. Veiligheid, mobiliteit, onderwijs en gezondheidszorg. Nou, dan op al die punten probeer je in de eerste plaats je eigen boodschap zo kernachtig mogelijk samen te vatten. Daar heeft u 15 seconden voor. Ja, want je krijgt heel weinig tijd. Ja, je krijgt heel weinig tijd. Nou, de kunst is natuurlijk in een paar woorden te zeggen, dit vinden wij... En mensen het idee te geven, die Partij van de Arbeid zou dus inderdaad wat kunnen zijn voor mij. Daar moet dus die one-liner ook in schuilen. Dat moet iets zijn wat we ook na afloop van dat programma nog weten. Heeft u die al bedacht? Ja, toch. Zijn die al bedacht? Toch ben ik een beetje voorzichtig met bedachte one-liners. Het is altijd goed om een paar dingen bij de hand te hebben. Toch is het allerbelangrijkste dat je gewoon ook recht voor zijn raap vanuit jezelf zegt hoe je er tegenover staat. Want uit je hoofd geleerde lesjes... Daar prikken mensen volgens mij genadeloos doorheen. Maar heeft u ze al bedacht? Nou, we gaan er vanmiddag eens even over praten. Nou, maar doe er nou eens één. Veiligheid. 15 seconden. Veiligheid. Lik op stuk voor jongeren die over de scheef gaan. Voorkomen dat jongeren in de fout gaan. En meer politieagenten op straat. Nog meer? Zeker. Ja. Okay. Nog eentje dan? Gezondheidszorg? Gezondheidszorg. Alle handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten weggaan. Dat er beter wordt gewerkt. En dat de artsen en verpleegkundigen beter worden betaald. Goed. Dit is een slogan, zeker die laatste. Die kan door elke andere politieke partij die morgen debatteert ook worden overgenomen. Hè? Want iedereen vindt dat alle handen uit de mouwen moeten. En dat zeker. Dus dit is niet duidelijk een PvdA-slogan. Nou, toch kijken mensen denk ik ook naar partijen vanuit de vraag... heeft die partij in het verleden wel eens bewezen dat ze wat kunnen? En ze weten van mij dat toen er hoge werkloosheid was... dat ik die handen uit de mouwen heb gestoken... en dat we vandaag de dag geen werkloosheid hebben. Zo ga ik dat ook aanpakken in de zorg. Okay. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een slogan, one-liner. Misschien wel een wisecrack zelfs. Ja. Uit het debat wat zo veelzeggend de titel met zich meedroeg, de herkansing.
Moet je de lasten verlichten volgend jaar of moet je dat geld in de zorg? Ik denk dus dat... Ik denk dat de grenzen dicht moeten voor de inflatie. Ik denk dus dat... U zat ervan te genieten, hè, na afloop. Dat zagen we gewoon even. Ja. Had u die bedacht? Nee, die kwam spontaan in me op. Ja. Weet u dan van, nu heb ik het even goed gedaan? Ja, op zo'n moment. Ook doordat die zaal daar in Rotterdam enorm meeleefde. Ja. En dus zowel met de goede als met de zwakkere momenten die je had. Dus dat krijg je allemaal op je brood. En het is natuurlijk lekker als het even goed gaat. We hoeven het niet meer te hebben over die slechte houding en dat soort dingen van u. Hè? Dat is voldoende behandeld, ja, met elkaar. Dat vind ik wel, ja. Die boodschap is echt over. Die boodschap is over. Kan ik u wel zeggen. Ja, goed. Kijkt u ook van het, ik noem maar wat, een debat van Pim Fortuyn en Jan-Peter Balkenende, al die andere debatten waar u niet bij betrokken bent? Sommigen. Ja, je kunt lang niet alles bekijken natuurlijk, maar sommigen wel, ja, natuurlijk. En analyseert u dan ook wat de zwakte is van de verschillende debaters? Debaters, ja. Ja. Je kijkt daar wel naar. Wat is de zwakte van Hans Dijkstra? Ja, Hans heeft soms de neiging om een beetje meer over de besluitvorming te praten in plaats van over het onderwerp zelf. En ik weet donders goed waar die staat. We kennen elkaar natuurlijk goed. Maar dan gaat hij een beetje zweven eromheen. En dan is de kunst om hem natuurlijk weer terug te brengen tot het punt, ja, waar het om gaat. Op zich is dat ook zijn kracht, hè? Want daardoor, ja, kan hij zich als het ware onttrekken. Ja. En wordt hij bijna een staatsman. Dat ontken ik niet. En ik vind dat hij dat soms ook echt goed doet. Maar zeker in verkiezingscampagnetijd willen mensen natuurlijk ook wel weten van waar sta je als partij, als politicus. Want voor 15 mei gaat het er wel om juist de verschillen te benadrukken. Na 15 mei is het ook van belang dat je het vermogen hebt om verschillen weer te overbruggen. Wat is de zwakte van Tom de Graaf bijvoorbeeld in zo'n debat? Tom... Daar moet ik hem hebben, zeg maar. Nou ja, Tom heeft vaak een hele doorwrochte redenering. Ook met zijn fascinatie voor het systeem, het politieke systeem zoals dat werkt. Soms heeft dat een sterke kant, want er moeten dingen veranderen. Soms vind ik dat ook een beetje afleiden van, ja, waar sta je nou? Het gaat om sociaal beleid, om die harde keuzes die ook gemaakt moeten worden. Oké, nog even één. Dat is de zwakte in de debatteertrand van JP Balkenende. Jan-Peter, ja, Ik ken hem nog wat minder goed. Ik heb nu een paar keer met hem te maken gehad. Maar omdat hij natuurlijk relatief kort lijsttrekker is, of leider ook van zijn fractie, vind ik dat wat moeilijker om te zeggen. Ja. We hebben het hem, vorige week zat hij op de plek, ja, waar u nu zit. We hebben het hem gevraagd. En hij vond dat er een doorzichtigheid in uw strategie van debatteerkunst zat. Je leert wel dat Melk bepaalde trucs toepast. Bijvoorbeeld die opmerking voetnotenprofessor. Dat was duidelijk ingestudeerd. Ja. En een truc die Melk ook wel eens toepast. Dat is dat hij van tevoren dingen laat uitzoeken. En dan gaat hij vervolgens aan zijn tegenstander vragen. Hoe en weet u hoeveel enzovoort. Dan is het net alsof hij die kennis heeft en Fortuyn niet. Nou, de truc is alleen dat jij toevallig dat laat uitzoeken. En dan ga je de ander mee lastigvallen. Klopt deze analyse? Nou, niet dat het een truc is, want er is volgens mij niks tegen om een paar feiten te kennen. Hè? Dat misstaat niemand volgens mij, nee. Maar hij zegt, u gebruikt in het grote geheel van bijvoorbeeld onderwijs, haalt u er één aspect uit, ja, zoekt dat uit of laat dat uitzoeken en presenteert dat alsof dat feiten zijn. Nee, het zijn feiten. En dat u een zeer hoge dossierkennis hebt, dat, ja, wordt u wel nagedragen. Nou, dat mag je ook wel laten maar zien. Maar heeft u dit nou nog extra uitgezocht even? Dit punt, ja, zeker. Ja. Het ging over die scholen. Hè? Ja, en waarom is dat belangrijk? Omdat de beweringen worden gedaan alsof dus iedereen in kasten van fabrieken van scholen zit. En daar wordt dan gezegd, dat moet veranderen, dat is mijn politiek, zegt Fortuyn. En dan zeg ik, laten we het nou eens even over de feiten hebben. Ja. Als je kijkt naar de schoolgebouwen waar kinderen in zitten, dan is het gemiddelde zo'n 100 leerlingen. Dus dan is dat punt ineens een heel ander punt. Dat moeten mensen wel weten, vind ik. Dat hoort ik er ook begrijp bij. Het. Maar het gaat er ook om dat we proberen je aan tafel alleen maar inzichtelijk te krijgen hoe zo'n debat dan eventueel, ja, werkt. Dus dat is, ja, een strategie die u dan bedenkt. Dat u denkt van ik ga dat of dat element, ja, pakken, zoek ik uit. En laten we even kijken naar hoe het ging. Laten we nou eens kijken naar wat nu de gemiddelde grootte is van een school. Hoeveel leerlingen er in een gebouw zitten, in het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs. Enig idee? Ja, dat weet ik. Ja? Hoeveel? Basisonderwijs? Basisonderwijs zo'n 200-300 leerlingen. Mis, 160. Voortgezet onderwijs?
1000, 1200. 320. Ja, nou, en dat geeft dus precies aan waar we het over hebben. Weet u op dat moment, ja, nu heb ik hem. Ja, op dit punt was wel duidelijk dat hij dus die enorme slogans die hij echt ook in zijn boek hanteert, dat die gewoon niet aansluiten bij de realiteit. En slaat men u dan na afloop op de schouders en zeggen goed gedaan, Ad? Ja, niet op dit, dat gaat over een heel debat. En daar zitten sterke en zwakke kanten in. Dat geldt voor mij, dat geldt voor de heer Fortuyn, dat geldt voor iedereen. Want er is niemand die een totaal debat, zeg maar 100% scoort. En dat is maar goed ook, want dat is ook het leuke van een debat. Ja. Maar is deze strategie van ik haal uit het grote thema haal ik één of twee kleine dingen, dat zoek ik nog even uit. Is dat een strategie die morgen ook van toepassing zal zijn? Nee, je moet niet altijd dat op die manier doen. Dat had in dat debat een functie meer als een voorbeeld. Ja? Van dat er echt ook nog wel meer dingen worden beweerd die gewoon niet kloppen. En dan is mijn punt, laten we het eens even meer down to earth bij de feiten houden. Nou, morgen zal ik het weer anders aanpakken, maar hoe is dat precies al bedacht? Dat gaan we nog, gaan dat we is nog bedacht, stevig het over nadenken. Nee, heeft u dat nog niet bedacht? Het zit soms in je achterhoofd, soms pik je onderweg ook wel eens iets op dat je denkt, ja, dat ga ik nog eens een keer gebruiken. Maar je gaat je natuurlijk ook nog wat geconcentreerder voorbereiden op zo'n debat. Gaat u dat ook nog doen in een soort rollenspel? Nou, daar ben ik niet zo goed in, want ik merk bij in een rollenspel, dan zit je niet op het puntje van je stoel. Ja, want je weet dus toch dat het maar een spelletje is. Ja, dus je kunt natuurlijk wel bedenken van wat zou de ander nou weer zeggen. En dat weet u ongeveer, want de standpunten zijn duidelijk, toch? Ja. In die zin heeft zo'n debat eigenlijk ook weinig zin. De standpunten zijn duidelijk. Nee, dat ben ik niet met u eens. Want er kijken natuurlijk ook morgenavond heel veel mensen die heus niet elke dag naar de politiek zitten te kijken. Want en gelijk hebben ze, er zijn ook heel veel andere dingen in het leven. Ja. Maar die misschien morgenavond eens even kennis willen nemen. Nou, hoe denken al die partijen er nou over? Want op 15 mei ga ik hopelijk wel stemmen. Hoe gaat dat morgen eigenlijk tot slot nog even over het debat van morgen en ook ongeveer tot slot van dit gesprek? Als je aankomt, want dan zit iedereen daar, en dan, ja, wat moet je dan doen? Moet je koffie drinken, elkaar een hand geven? Dat is eigenlijk helemaal niet prettig, toch, voor de wedstrijd? Ja, vind ik niet erg. Je maakt eens dus even een babbeltje. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje natuurlijk. Is er al een soort sfeertje buiten die camera's ontstaan waarin het toch wel gezellig is met elkaar? Ja, er is toch een hoop collegialiteit. Want je maakt natuurlijk allemaal wel een beetje hetzelfde mee in zo'n verkiezingscampagne. Dat schept wel een band. Ook met oom Pim, zeg maar. Ja, ook. Ja, natuurlijk. Ja. Je zegt van, Ad, wil je met me mee terugrijden? Nee, maar ik heb de keren dat ik hem heb ontmoet, dus na die beruchte eerste keer, hebben we gewoon, trouwens, ik ken hem al langer. Ja. Dan praten we uiteraard gewoon met elkaar. Hij zit precies hetzelfde. En ik heb wel eens gezegd, ik vind het wel hartstikke goed dat hij kandidaat is. Hij heeft altijd een hele grote mond gehad over wat en hij nu doet veranderen. Hij het ook. Nu is hij kandidaat. Nou, dan maakt hij zichzelf al kwetsbaar mee. Ja. Dat is democratie. Wat doet u morgen aan? Dat weet ik nog niet. Wordt u gekleed door Frans Molenaar? Nee. De minister-president wel, hè? Ja. Gaat dat ook gebeuren bij u? Of niet? Minister-president niet. Monica Melkert kleedt u? Niet één op één verbonden. Monica heeft er wel een belangrijke stem. Ja. Die heeft de das al klaargelegd. Dat zou best kunnen. Goed. Ja. Oké, veel succes morgen bij het debat. Dank u wel.